Hier zo bij in je eigen zaak, in je eigen zaak. En ja, daar was ik dus niet blij mee. En ik kon dat zien vanaf afstand. En ik zei, kan je morgen niet terugkomen? Want mijn neef belde dus, daar word ik weg. Nee, dat kan niet. Dat heeft lang niet. Oké, dat is super leuk. Mijn neef naar beneden met de sleutel. Niet wachten, tot naar binnen gaan. Dus er staan de sleutels moet daar naar binnen. Die is binnen te voetballen. Allemaal te vieren. Goed, maakt allemaal niet uit. Dus ik ben een beetje pisser. Ik ga naar huis naar rechts in en ik kijk op mijn camera en ik klik de foto's af. En ik plaats hem in de groep. Ik zeg wanneer het goed gegaan is. En van wie heeft Pop.com steeds in te stellen deze vier Oost-Europese uitziende mensen zien inbreken aan de Ringerstraat. En bla bla bla. Haalde mij. Ja, dat werd 25 minuten de eerste dag. Dus er waren een paar mensen in de gemeente en de opties, die waren er nog niet helemaal blij met mijn arts. En ik zeg, nou, ik zwak het al een beetje af. Toen heb ik het afgezwakt, heb ik gezegd, jongens, mooi bericht, die zijn gepakt en die zullen het nooit doen. Uiteindelijk moest ik het bureau komen, ik heb het voorafgenomen, dus ik zei, ja, dat is niet zo'n tijd te doen, maar ik vind het gewoon zonder tijd. Ik vind het een rechtszaak, ik vind het zonder tijd. En in de tijd vind ik het straks al gezegd, nou, goed, wat eigenlijk was helemaal niet zonder tijd, om het Duits te leven. Kort gezegd, hé, dat was allemaal gedoe over die matches. Die zijn gewoon van bekijken. Je maakt een grapje, geen die en vervolgens moet je gaan schoppen. Ja, ja, dat doen we daar even niet. Ja. Ja. Wat ik dus ook raar vind, is dat ik krijg een taakstraf. En dan moet ik voorstraf met die mensen gaan werken. Dat lijkt me, als jij zelf aan het schoffelen bent, toch wel een beetje redelijk vervet bent. Dus dat betekent eigenlijk dat jouw werk gestraft is. Maar ik ken allemaal hele aardige mensen en zijn verantwoordelijk voor dat al het onkruid in ieder geval weg blijft. En ik zeg het ook om die mensen een beetje te laten te geven. Ja, dat is wel heel erg. Ja, dat weet ik mij niet. Nee, ik moet natuurlijk mijn eigen brood meenemen. We hebben 2 dagen gegeven laatst. En de laatste dag heb ik er nu al in gegaan. Ik ga daar ook in de boom. En ja, dat vond ik zo prachtig. En dan nog een rondje met mijn gasten gereden. Ik heb ze nog morgen opgetreden. Ik heb ze toegesproken. Maar en dat vond ik geweldig. En ik vond het geweldig. En ik vond het heel leuk dat daar in de wereld natuurlijk. Ja, geweldig. We werken natuurlijk. Dat was echt geen straf. Het was dus niet om aan de voice mee te doen. Maar ik denk net dat het niet leuk maar zien. Ja, wij zijn nu eigenlijk. Niet helemaal ziek ervoor. Als de elkaar op de zang tussendoor. Ja, ja, maar als het langzamer een stukje is, dan langzamer een stukje. Het zijn niet vals, alleen mijn stukje is dat heel leuk. Dat zou ik ook zeggen, ja, ja. Dus, nee, maar wat mij dus helemaal geen mensen het leuk toch wel op de dag te wachten. We kunnen er altijd nog een echt iets van maken, maar dan maak ik natuurlijk iets korter en dan laat iemand anders het zitten hier.
mooi. Nou, daar zijn we gisteren op de put gegaan. Ja. En daar zijn we gisteren over het toetsen van auto's. Ja. Was je, daar werd je helemaal blij van. Oh, ja, ja, dat ben ik net door. Ja, ik ben er nu aan de. Ja. Waar komt dat vandaan? Wat de liefde voor de auto's. En ik ben er ook naar een garage met veel mooie auto's. En je zei dat ook zo gewoon een aantal jaren geleden. Want er is niet zo ontspannend als een auto tussen. Ik zei, allee, ik ben het wel niet te doen. Ik vind dat ik het niet doe. En ik ben er verslaafd door. Ja, ik kan er niet aan doen. Maar dat is dat plezant, dat is leuk, dat is toch veel. Ja, want je moet het wel heel hard hebben. De werksfeer, de spirit, het positivisme dat Alain al die jaren feiten heeft ingekeerd, dat is onbegrijpelijk. Want iedereen, als je langere tijd lang dus werkt, er is alles iets mis. Er zitten dingen tegen, maar Alain is ook degene die niet alleen hem zichzelf positief engageert, maar ook zijn collega's, die straalt dat uit, die geeft schouderklopjes, houdt de moed erin, blijven lachen. Absoluut. Dus ik wil Alain voor het geld van de wereld missen. Graag hoor. Ja, dat is goed. Zo. Dus als dat goed is voor jullie, eerst de ruimte hier de paus kunnen hebben. Ja, dat is een beetje een lampel. Ja, dat is echt keihard. Kunnen we hier nog even... Ik wist dat het ding hard gaat, maar toen jij zo over het ding heen jakte, dat is zo. Dat moet je niet kunnen blijven doen. Ja. En we weten dat je nog een tijd kunt stoppen. Hè? Ja, ga je gas. Dat is echt wel maar. We hoorden net ook van je baas in dat je heel positief bent. Waar komt die positiviteit vandaan? Ik denk dat ze, ik heb al heel veel levensplek gehad in mijn leven. En ja, op een gegeven moment, vooral de ziekte, dus in staat om ziek te worden. Dit is een beetje het grootste geluk dat ik in mijn leven al heb gehad. Je begint anders te denken en al dat materialistische gedoe dat is in de vraag en die blijven zijn met de kleine dingen dat je hebt. Want je zit er nog, je leeft nog. De zon die komt te volgen, dat is allemaal spiertjes en zo, maar dat is wel normaal, dat is nou zo. Ik heb kanker gehad. Ik heb mijn tumor gehad, mijn T4 in mijn toen. En dat was allemaal niet. Was voor 12 weken dat ze zeggen, maar 5 voor 12. We hebben heel veel geluk gehad. Dan is het heel leuk, want het is echt leuk en er is niemand. Ja, ik kan daar niet over. Dat was het. Ik zal helemaal gelijk. Ja. Dus je leert anders omgang met dingen. Zien de ziekte als maar doe het geluk. Ik ben anders van leven geworden. Ik denk ja, dus ik was er toch wel eens zorgen over een ziekte of een dagje dat het eerst niet is. Of dat elke dag iets met het hele. Ik ben toch wel gelukkig. Ja, voilà. Ik word daar content. Ik heb alleen nog maar niet weg. Ja,
Deze knalgele Ford Mustang. Dus dachten we, super origineel, we gaan taxi rijden. Maar hoe kun je dat nou beter doen dan met alleen de poetsen? Want we willen zeggen, we zijn aan het stoppen met de dag. We zijn aan het stoppen.